Let it snow, let it snow, let it... Ja, nou en het sneeuwt toch? Waarom wachten we dan niet? Heeft het met kerst te maken? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in Thousand Year Door. Ik ben er weer, Trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat we... ja, tot de ster op de... Nou ja, zijn we voor de tweede keer erachter gekomen dat de... laatste Crystal Star op de maan te vinden is, want dat wisten we al via een mailtje van Princess Peach. Maar nu hebben we dus een lead waar dat we dus kunnen vinden waar dat ze zitten. En jullie kan ik gewoon in één keer neerhalen. Ik weet het niet. Volgens mij zijn we jullie ook al tegengekomen bij de Pin of 100 Trials. Maar het is lang geleden dat we een badge hebben gehad. En aangezien dat... Nou, trouwens, dat bewaar ik voor de maan. Er is een grapje wat ik wil doen, maar dat wil ik voor de maan bewaren in ieder geval. Wat we willen doen is, we willen heel eventjes naar de badges toe. En als ik me niet vergis, kunnen we dit eventjes doen voor de snelheid. En dan zet ik heel eventjes een defense badge aan en de bump attack uit. Zodat we heel eventjes met deze gasten kunnen vechten. Waarom ook niet? Dit zijn de Powerpuff sneeuwbeesten. En ik druk te laat op A. Oeps. In ieder geval, deze zijn... ja, ze hebben wel een speciale aanval en alles. Ik wil die Disney deel heel eventjes weghalen en... Jeetje, het is maar eventjes goed dat ik... Oké, ik weet nog hoe stylish werkt. En had ik niet beter eigenlijk die andere, want die gaan nou die Disney deel gebruiken en dat is eigenlijk best wel gevaarlijk en... Oeps. Het is een beetje lang geleden dat ik heb aangevallen. Oeps. In ieder geval, hun hebben dus een gewone aanval die je dus ziet en hun hebben dus ook een ijsaanval die ze dus eventueel ook zouden kunnen doen. Dank je! Jeez, ik ben echt helemaal door de timing heen, hè. In ieder geval, we hebben dus kans om te missen, omdat we dus dizzy zijn. Maar met een beetje geluk. Kom op, Livion. Juist, double stylish. Oké, we krijgen er bijna geen starpoints van, maar... Ik bedoel, we zijn bijna level up, dus... ik doe nog wel één match, waarom ook niet. Plus, het is misschien toch wel even een beetje handig om weer in die timing een beetje te komen. Goh, wat een hidden starpiece hier. Hey, Frosty... Frosted Piranha was blauw in plaats van rood. En dan maak ik hem met mijn grote hamer heel erg dood. Ik weet het, heel gemeen van mij. We doen gewoon een normal jump op deze, waarom ook niet? Kijk, oké, ik heb de timing weer een beetje door. We krijgen er geen starpoints van. We kunnen Galp doen, maar we... Weet je wat, we hebben deze nog nooit gedaan. Stampede! Stampede! Stampedo! Oké, LRR! Call your friends! Ik weet niet wat daar de timing is van de stylist trouwens. Hij overleeft het met 1 HP! En natuurlijk counter redeem met de supercard. Oké, die heb ik ook nog door. Mooi. Level up! In ieder geval, hun kunnen dus happen, hun kunnen een ijsaanval doen. En het is niet zo extra spectaculair en al die dingen, maar... Who cares? In ieder geval, we hebben weer een level up. Waarom ook niet? More PP. Mario became a superstar. Next battle, Mario's crowd and stage get even bigger. Oh boy, we zitten op dat punt. Ach ja, waarom ook niet. Ik zal de badge nog heel eventjes aanhouden. Dan kunnen we dus de nieuwe stage zien. Maar de reden waarom dat ik dus de... Ik wil deze aanzetten. Ik wil hem gewoon aanzetten. Dan krijg je een heel mooi uitroeptekentje te zien wanneer dat je dus op aan moet drukken voor de stylish. Dan vraag ik me eigenlijk trouwens af. Als je die badge equipt, krijg je dan voor stylish minder? Learn the timing for stylish commands. Nee, je krijgt niet minder volgens mij. Ach, we zetten hem gewoon heel eventjes aan. Hoppakee. Ik ben heel benieuwd. Oeh, een vlammenwerper in de sneeuw. Laten we een normal jump doen, waarom ook niet? En zo kon je dus net die uitroepteken zien. En als je dan dus op A drukt, dan krijg je dus inderdaad de stylish te zien. Dan maar gewoon een ground pound. Daar is die uitroepteken. Ik was nou te laat helaas. En als hij dus stuit, wil je hem nog een keer en dan krijg je dus wel weer stylish. En stylish werkt gewoon, dus niks aan het handje. Alles zit weer vol. We hebben weer 1 starpoint. Yay! En de stage was inderdaad groot. We kunnen nu tot 200 mensen in onze facility hebben. Leuk! Oh, en hier zit trouwens een badge. De HP Plus badge. Voor je partner. We doen er nog één voor de grap. Leuk. Hij heeft Confuse Power. Eigenlijk is dat best wel een handige item. Maar voor ons... Nou ja, oh, dit was dom. Dit was dom. Don't do it. Don't do it, Livion. Don't do it. Don't look into the light. Ik ben dom. Ik weet het. Sorry, jongens. Ik ben echt dom. Ik herinner me die grap ook nog wel. In ieder geval, wat we willen doen is... Oh, dat ding heeft hem gedropt ook nog. Hebben we daar de ruimte voor? Anders vreet ik gewoon... Hier, Livion, neem eventjes die paddenstoel. Oh boy, oh boy, oh boy. Kan ik nog drukken? Kan ik nog drukken? Oké, goed. Gear. Badges. Defense uit. Bump aan. Ik bedoel, serieus, zijn niet zulke interessante vijanden. En we hebben de room power. Pof. Ik bedoel, we willen nog een beetje progress in gooien. Ik wil verder. We hebben nou weer een paar battles gehad. Alleen maar battles die boeien zijn belangrijk. Far Outpost. Jee, we zijn er. Wow, Far Outpost. Well, I had a heavy accident there, sorry. Where's that cannon that can shoot to the moon? Let's set up to this with locals and see what they have to say, okay? Hey local, wat heb jij te zeggen? Welcome to Far Outpost. Wow, that is quite a lip warmer you've got. Okay, now I'll give you my special mustache viewing personality analysis. Duh. Ah, duh, 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 duh. I've got it now. Your bushy brew means that you are stubborn and a selfish man. So, how did I do? No, do not protest. I know, no one likes to admit their faults. Maar ben je toch lekker vriendelijk? This is Bob-omb Village. Da bloei. There is nothing here. Da blammo. Oké, die zit op slot. Hello traveler. First time at Far Outpost. Kapoi. What? Far Outpost cannon? Well, I apologize for that. No, I just had a distraction. It is nothing. Kapoi! Oké, hij weet dus ook al niks. Maar ja, volgens mij... Snow is rare for you, maar kak! Sorry. In Far Outpost, it falls all year around. Babang! I like watching it shine and it glows in the sunset. Babammer! Oké, dan hebben we weer die traveler mutsen, waarom ook niet. Maar tot nu toe weten ze dus van helemaal niks. I make big snow babam this day. Maybe I'm big as power papa. Oké, serieus, ik ga niet met elke local praten. Ik ga alleen maar met degene praten waar dat echt nodig is om mee te praten. Want anders serieus, dan blijven we bezig. Met uitzondering van deze gast, want deze blijft gewoon grappig. Ah, monsieur Lestache. I have tried many times to talk to the girl and the in, and she kicked me out. So, now I must use the heat of my feelings for her melt the snow. Wacht eventjes, dus... Jij geeft niks meer om deze? Hij heeft eruit de many times in, dus je kijkt me uit. Ah, oké. Nou, in ieder geval. We hebben een incubon die we niet meer kunnen pakken. Dus we gooien hem gelijk weg, want we hebben er niks aan. Oké, laten we eens even met de in praten. Waarom ook niet? Make body and mind better da. Welcome to the inn. Stay one night is only 50 coins. You like rest? Nee. Oké, dus je bent vaak door haar naar buiten gegooid. Oké, niet mijn probleem. In ieder geval, item shop, dat is altijd heel erg leuk. Shooting Star, heel erg leuk item. Kan goede damage doen. Volgens mij geeft het 15 damage aan elke target. Of 9 damage, een van die twee. Ice Storm kan vijanden bevriezen. Rune Power, die hebben toevallig eentje te pakken gekregen. Maple Syrup, waarom ook niet. Zijn er wat dingen die ik kan verkopen? Want ik bedoel, ik heb echt heel veel items. Zoals nog een draaitroom, blijkbaar. Jee, 1 coin. Ik ben zo blij. Duh. I mean, yes. Eens even kijken. We hebben de mysteries. Room power ga ik nooit gebruiken. Kijk, daar zijn al onze mysteries. We hebben de wakabum. Die kan ook heel erg handig zijn. Nee, ik denk dat we dit wel gaan houden. En ik denk dat ik inderdaad deze wil gaan kopen. Niet. I mean, no. Jawel. Ik wil deze kopen. Geef het. Ah, dankjewel dat je mij tanks geeft. En volgens mij hebben we de kanon gevonden. I know nothing. Chapoei. I know nothing about Big Bob-omb Cannon. Ik had jou niet gevraagd over een Big Bob-omb Cannon. Ga jij mij nou eens vertellen? Oké, serieus lief Jon. Jij bent echt een hele goede speurder. Maar... Oh, kijk hier nou toch eens. Hallo. Da. What business do you have here? What? A cannon? No such thing is here. Wat staat daar dan? What? You're crazy man. There gotta be a cannon around here somewhere. What do you want me to say? We do not have one. Ik geloof er helemaal niks van. Maar aangezien dat we hier dus helemaal... Shine! Ik was te vroeg. Aangezien dat we hier dus veel beboms hebben... Misschien dat onze Barbarie iets kan vertellen. What? Did I not tell you we have no silly cannon? Yeah, now listen here. You're the mayor. Hmm? How can an official like you lie that way? Old boy, I know I saw a cannon the last time I was here, so do not lie, sir. Shush! You call yourself a Bob-omb. I spit at you. You know rules. There is to be no mention of cannon to non-Bob-ombs. Bob-ombs. No mention. We must not allow it to be used for evil. Of course I know all that, you big blowhard. Blowhard? Wow. Okay. But we must use that cannon to get to the moon, old boy. And if we don't, sir, the world could end. Hmm. Huh. World could end. Hmm. Well, we could not have that now. Still, you cannot use cannon right now because of certain circumstances. Circumstances. We must have permission of Goldbob to use the cannon. He is the one started whole blasting things to the faraway places policy. Once he got rich, he let business slide and does not start it up again. Also, General White has to be one devoted himself to the operation of cannon. But he was so depressed by losing a job he took, he took the cannon key and left. Blah 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 blah. Goldbob and General White. Duh, that is correct. If you want to use cannon, you must find Goldbob and General White. Very well then. We can't give up now, old boy. Mario, let's go find those two. Nou, Goldbob is inderdaad... Well, once you find them, come back and talk to me. Nou, het voordeel is, we weten in ieder geval waar dat die heen is. Ik neem die film heel even terug en... We weten waar dat General... de gouden is. General White... die moet ergens te vinden zijn, denk ik. Misschien weet hij wel waar dat General White is. Dus wel even vragen. Did you forget where you're supposed to meet? No. All people here look forward to... Ja. Goed. Laten we eerst heel eventjes gaan richting de Golden Bob-omb. Want we weten dat hij in het rijke luisvilletje is. Nou zit hier wel één groot probleem in. Dit... Jullie hebben mij horen klagen over het backtracken. Jullie hebben me horen klagen over dat we zoveel moesten lopen en zoeken en weet ik het allemaal nogal meer. Nou jongens, er is niks. Niks meer irritant dan wat we nu moeten gaan doen. Zoals ik al zei, we moeten natuurlijk eerst eventjes de Golden Bob-omb vinden. Nou, de Golden Bob-omb die is niet moeilijk te vinden. Ik zie jullie daar wel. De Golden Bob-omb die vinden we natuurlijk hier. Hallo. Good day, Tio Gonzalez. What can I do for you today? What's that you say? You must use the cannon and Far Outpost to save the world? Hmm, well, it is rather a pickle, isn't it? Very well, and that's certainly only a favor to me. I should say, the truth is I had hoped to resume my business with that cannon someday. And just between us, I only stopped because the wife said she didn't like the noise. Sadly, it takes a hefty bit of a coin to get that cannon working, so I'll need you to demonstrate just how much you want to use that cannon. If it were a matter of money, how much would you pay, if I may ask? Geld is niet echt meer boeiend, alles! What do you say, my dear man? You'd pay every coin you own, all of them. You are really so... Really? Well, I suppose I'm just surprised to hear you say that staggered, actually. You know that means you'll be left with 0 coins, right? With absolutely nothing. Zip. You know that, don't you? I mean, think of it, man. If you spend all of your coins, and I mean all of them, you would certainly face a great deal of difficulty down the road. But hold on, I want to make sure you're doing this. Follow me, aware of the consequences. Are you sure you won't regret it later? Absolutely sure. Het liefste zou ik nou gewoon nee willen zeggen, maar... I can really take them all. Really? You won't say, just kidding, later on or any sort of tomfoolery like that? I won't. You won't say... Als ik nou zeg yes, dan zeg ik dus van jawel, dat zou ik wel zeggen, maar yes. Well, alright then. Well, like I said, just kidding! Nou, geef me mijn geld terug. Well, you certainly show me something, sir. So, I give you my permission to activate the Far Outpost cannon. Yay! Oh, and I wasn't serious earlier, my dear fellow. How could I take all your money? It's a shame, I suppose. But I'll return your money. Yay. Dus het maakt niet uit hoeveel coins dat je bij je hebt, dus. Now, soldier on, my boy. In ieder geval, weet je toevallig ook wat General White is? Have you been given it your all, my boy? Weet jij wat General White is? Waar kon ik ook alweer weten waar dat General White is? You're simply the best! Dat is fijn. Ik heb een e-mail. Vertelt die e-mail wat General White is? Want ik weet dat General White een van de gemeenste, vervelendste en irritantste quests is om te doen. Dus e-mail, you better be something good! No, if it isn't Murphy, how much did you say? General White? General, I'm sure that I've seen him around, but not lately, no. I think he may have possibly said he might head south to a more tropical locale. Creaky Key, was it? Yeah, that's it, that must be it, possibly, perhaps, could it be? Eindelijk heb ik de eerste sleutel gevonden van heel dit riddeltje. Oké, je begint dus hier bij deze... muts. Vanuit daar moeten we dus naar Keyhole Key. General White, waarom ben je zo vervelend? Aangekomen in Keyhole Key, oftewel dat onbewoond eiland. Volgens mij willen we dan praten met de andere Bob-omb die hier zit. Pirate Bob-omb. Pirate Stash. Hey, gast. General White? Yeah, he was here until a second ago. But he took off real quick. He said he was going to an arena or something. Oftewel, dan moeten we naar een arena. En ja, jullie hebben het al door. We moeten naar de Glitz Pit. En het allervervelendste is van de Glitz Pit, er is geen warpijp om daar naartoe te kunnen. Als er ergens veel geluid zou worden, dan zou het waarschijnlijk wel in het café zijn. Hey gast, heb jij General White gezien? General White? No, you must mean that White Bob-omb, huh? Yeah, he used to come here all the time. But I haven't seen him lately. Now that I think about it, I think he headed off to some huge tree. Or not. Yep, we mogen naar de Judy's, we mogen naar de Guanajaco tree! Gast, heb jij een witte Bob-omb gezien? Mooi netting bij die old hag. When will it ever stop? Nee dus. Hey, old hag. Oh, Reactor Fury. Oh, here's always a darn squishy-washy. Heeft er iemand hier een witte Bob-omb gezien? Welcome to the Great Tree. Hey, General White. Yeah, he's an old Bob-omb with a great mustache! But I have no idea where he went. He may have said he was going somewhere dark. Well, can we get in that Twilight Town? Huh? General White? Yeah, I know that old guy. He's a white Bob-omb, right? He was here until recently. What? Where did he go? What am I, his secretary? He looked tired. I know that. We hebben ook een antwoord gekregen. Misschien ook. Maar we hebben tot die tired is. Hoe moet ik jou? Het is dat ik geen facecam op het moment hierbij heb. Maar ik kan jullie vertellen, mijn gezicht staat op onweer. Serieus. Ik zou mezelf chase als het moet. Nee, echt... Zoveel gezoek. Ik Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Wat? Laat me weg. Ik heb echt zo geen zin in e-mails nu. Waarom krijg je nou niet wel? This is so good. Raw Hawk, don't forget I forgot you punk, my reborn, you coward, my training regimen, below in mind, nobody got it, Rock! Gast, serieus, we hebben je net gezien verliezen van Bowser, dus ik ga echt niet de trouble nemen om tegen jou te gaan vechten, waardoor dat ik weer 20 battles op moet schieten. Daar heb ik je zin in, echt niet. Not gonna happen. In ieder geval, gast, waar zit je? Jij! What? You cannot find General White? Huh? You son of a bitch! Now where did he go? This makes trouble for us. I definitely need him. Otherwise we cannot even operate the thing. So, what to do? Oh nee, hij was wakker. He seems to be asleep. Wanna wake him up? He's still asleep. Try again. Hij was net wakker. He still sounds asleep. Try again. He's definitely still asleep. Try again. Ik wil de wereld afgelopen voor jou. He's still sawing logs. Try again. He could be more asleep. Try again. You're just teasing me. He's counting sheep. Try again. Als hij schaapjes aan het tellen is, is hij toch wakker? He woke. Nah, still asleep. Try again. Hoe lang gaat dit grapje dan? Sleeping like a stash baby. Try again. Ik word hier toch moe van. He's not even budging. Try again. He's still snoring away. Try again. Oeh, look at the door. Now, who are you? I'm tired. I do not need your attention. I just want to sleep. This is all hopeless. Hutch. That stash, that hat, and that hammer even. I've been looking everywhere for you. Why? Well, to bring that cannon back in line. I had lost my life's work, my very reason to live. I found myself at Wit's End, and then at Rothwood Fortune Teller told me, seek the man with the red M hat, and the one with the hammer and stash. He will fulfill your dreams, or something like that. Hut, you need to use a cannon to help to save the entire world? Hip hip, hurrah! That fortune teller was right! So what are we waiting for? I'll start getting cannon ready. So, go get down the mirror! Now we get moving! Hut hut! Ik wil eigenlijk liever zijn nek breken, maar hij heeft geen nek. Jongens, ik heb wel eventjes een momentje nodig om heel even kalm te worden. Omdat ik zo pissig ben op die stomme rotgeneraal. Omdat dit grapje is gewoon een... Waar, ik bedoel, het is leuk dat ze er een grapje in gooien, maar waarom is het required voor de storyline? Vond je dit grapje nou wel leuk? Laat het weten in de reacties. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. En laat een like achter voor deze struggle. Jullie wilden niet weten hoe lang dat een beetje knipt is. Doei.